West-Friesland, een gebied van land- en tuinbouw. Hier groeien kolen, aardappelen, erwten en zelfs druiven. De streek zit vol lekkere producten, maar wat kan je hier eigenlijk mee? In deze aflevering gaan twee bevlogen koks de uitdaging aan om met 9 West-Friese streekproducten een heerlijke maaltijd te creëren. Maar voordat de pannen op het vuur gaan, moeten de producten natuurlijk eerst worden ingekocht. Een van de ingrediënten is de rauwmelkse Edammer. Daarvoor ben ik hier, bij kaasboerderij Koopman, om te kijken hoe ze deze klaarmaken. Ja, Daan, hier gaat alle melk in, maar wat gebeurt er dan mee? Ja, in deze kaastobbe verzamelen we de melk. Daar doen we de ingrediënten in die nodig zijn om kaas te maken, onder zuursel en stremsel. Wat is stremmen dan? Wat doen die tot zuursel? Wat doet dat? Het zuursel zorgt voor het aanmaken van het omzetten van de melksuikers naar melkzuur. Het stremsel zorgt ervoor dat de vaste deeltjes in de melk zich scheiden van de vloeibare deeltjes. Want dat is wat we nodig hebben. We hebben de vaste deeltjes uit de melk nodig om kaas te maken. Al die kleine wrongen deeltjes die persen we samen hieronder de pers. Tot een kaasje. En je ziet, dit is dus ongeveer 1,5 uur terug bij elkaar geperst. En je ziet dat er nu eigenlijk al een heel mooi kaasje ontstaat. Ja. Op dit moment is hij nog niet zo mooi van vorm. Dan keren we hem een keertje. We draaien hem om. En we persen hem dan nog een keer. Waardoor die, mooi rond wordt. Dat die mooi rond wordt, ja. Na het persen halen we ook weer alle kaas eruit. We doen er een merk op dat we elk individueel kaasje kunnen identificeren. En op het eind van de dag gaan alle kaasjes die we vandaag gemaakt hebben gaan in het pekelbad. En dit zijn dan de kaasjes die we gisteren gemaakt hebben, zonder kruiden. Gewoon echt de blanke Edammer. Het grootste verschil met deze kaas is onder andere de vorm. Dus het zijn een beetje bolletjes. Maar ze worden ook gemaakt van afgeroomde melk. Dus waardoor ze iets minder vet zijn. En verder zijn ze wat droger en wat zuurder van smaak. Maar we staan hier in de Weren en Edam is geen West-Friesland. Waarom noemen jullie dan toch Edammer? De Edammer is een product met zijn eigen eisen, waaronder dus de vorm, waarom dat hij gemaakt is van afgeroomde melk. En het maakt eigenlijk niet uit waar hij gemaakt wordt, maar het gaat echt om de eigenschappen van de kaas. Die bepalen of je het een Edammerkaas mag noemen of juist een Goudse kaas. En het verkoopt iets beter? Nou, we zijn de enigste die ze maken, de enigste die ze rauwmelks maken. En dat verkoopt natuurlijk altijd goed. Zo. Nou, dat zijn ze. Dankjewel. Ja, en ik, geniet ervan. Wil je hartelijk bedanken. Nou, de 2 stukken kazen voor de kok zijn binnen. Ik ben benieuwd wat ze ermee gaan maken. En om daarachter te komen gaan we naar Horen. Want ook daar wordt er veel met streekproducten gekookt. Met varkensvlees gaan we een mooi stoofpotje van maken. Met een dubbel biertje. Aardappels met de kaas gaan we combineren in een mooie aardappelkaassalade. Stoofappeltje. Die gaan we lekker vullen met bruine suiker, een scheutje honing erover en grillen in de oven. De bloemkool, die gaan we dus even op een heel andere manier doen. We gaan hem aflanceren, dus heel licht koken, dat hij bijna gaar is. En dan gaan we bakken met wat hazelnoten. In de zelfmakerij van de zorgboerderij Het Ratje in Venhuizen staat vandaag chef-kok Steef Kuipers, die wat extra ingrediënten heeft toegevoegd aan het lijstje. Ik ga een salade maken van de parelgort met tomaat, rode ui en een pesto. Maar die trek ik een beetje uit elkaar, die pesto. En honing-klaverkaas zit daarin uit West-Friesland. En winterpostelijn. Dan ga ik een soep maken van gouden erwten, zoete aardappel en appel. En dan ga ik bloemkool roosteren met parmezaanse kaas. Aardappelen roosteren met mandarijnolie. En ik ga een kaasplankje maken, denk ik. Met druifjes en zoetzure courgette. De gerechten van beide koks met West-Friese streekproducten worden besproken en geproefd door de schrijver van het West-Fries kookboek, Thijs Dekker. Wat sprak jou zo ongelooflijk erg aan in die West-Friese keuken? Nou ja, ten eerste, mijn ouders komen allebei uit West-Friesland. Dus als kind kwam ik hier iedere zomer en ook wel andere ook in de herfst. En ja, dat land dat fascineerde mij van jongs af aan. Hè. Die wijsheid, die wind altijd. En
Na zoveel jaar dacht ik van, goh, zou West-Friesland eigenlijk ook een soort streekkeuken hebben? Zijn hier ook streekgerechten? En dat ben ik gaan onderzoeken. En dan blijkt dat het eigenlijk een hele rijke keuken heeft. We hebben nog steeds heel veel familie hier in West-Friesland. Dus die hebben we ook gepolst en gevraagd, wat eten jullie nou? Kan je dat ook West-Fries noemen? We hebben ook heel veel producenten en telers en kwekers gesproken. Vissers, jagers. We hebben heel veel mensen gesproken. Om er ook achter te komen van, goh, wat is nou echt West-Friese keuken? Hè? Wat kunnen we daarna, wat valt daar nou onder? Ja, u heeft het over de essentie van een West-Friese keuken. Maar waar ligt die essentie dan? Nou, ik zeg altijd, een streekkeuken, dat is niet alleen de ingrediënten die toevallig in die streek groeien. Want dat is in West-Friesland enorm uitgebreid. Hè? Maar het gaat er ook over, wat is er doorgegeven van, hè, wat kookten onze moeders, onze oma's en de moeders daar weer van? Hè? Dus waar is het? De traditie, zal ik maar zeggen, komt die erin terug. En ook een beetje de volksaard. Hè? Ik begeef me op glad ijs, maar de West-Fries, die houdt niet van fratsen. Van oudsher natuurlijk wel een echte boerenkeuken. Hè? Eenvoud en er moest hard gewerkt worden, dus geen tijd om lang in de keuken te staan. Maar we zitten hier vlakbij Horen en daar is de VOC natuurlijk opgericht. En daarmee kwamen er in West-Friesland al... honderden jaren geleden, in die tijd, 1600, heel veel specerijen deze kant op. Je kan dat denk ik ook straks zien hier in de bereiding. Er zal kaneel ongetwijfeld te pas komen, hoop ik ook, hè, een beetje. Maar, in de Baharat. In de Baharat, kijk. Ik vind het een heel fijn kruidenmengsel. Het is een Turks kruidenmengsel. Als je het ruikt, dan iedereen zegt ook, moet je maar eens ruiken van, oh, dat zijn gewoon koekkruiden. Precies dat. Maar het gaat een tandje verder. Er zit ook nog cayennepeper in, er zit knoflook in. En dat zit natuurlijk niet in... Tenminste, ik kan me niet herinneren dat als ik speculaas eet, ik denk, oh, lekker knoflook. Dus dat zit er onder andere niet in. En dit zijn typische kruiden die door de regio VOC-tijd eigenlijk hier allemaal naar binnen gekomen zijn. De ras El Hanout is dat iets minder. Maar een baharat of een vadovant, dat wordt steeds meer gebruikt. En ja, ik bedoel, een drie sterren chef als Johnny Boer heeft daar gewoon ook baharat in de keuken staan. Sterker nog, het staat gewoon in het schap in de supermarkt. Het is niet zo dat, waar moet ik het vandaan halen? Ja, gewoon, je gaat jouw lokale supermarkt binnen en dan staat gewoon baharat. Het begint te integreren, zeg maar. Omdat het, zeker met al de kookprogramma's, steeds vaker ook gebruikt wordt. En een goed alternatief is... voor bijna de eeuwige koekkruiden, speculaaskruiden... die ook voor stoofvlees en zo gebruikt worden. Het is gewoon even een keer iets anders. Stoofvlees is dus een van de gerechten van de chef. En daarom is Just op pad gegaan voor een stukje vlees. Ik ben hier vandaag in Wognum. Want voor onze ingrediënten hebben we nog een stukje vlees nodig. Ik ben hier op boerderij Badwaai. En volgens mij ruik ik de varkens al. Ik denk dat ik hier aan het goede adres ben. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, we zijn hier op zoek naar een echt West-Fries stukje varkensvlees. En volgens mij zijn we aan het goede adres hier. Nou, kijk. Hier hebben we een aantal jonge dieren die op termijn geslacht worden. En wat maakt deze varkens nou echt typisch West-Fries? Nou, we zijn hier midden in West-Friesland. En ons idee is ook altijd dat de dieren die we ooit gaan slachten, dat die ook bij ons geboren worden. Dan maakt het echt West-Fries en door de West-Friese grond prima. Geboren en getogen in West-Friesland. Geboren en getogen in West-Friesland, ja, klopt. Als we een varken laten slachten, dan komt die niet in zijn geheel terug, maar wel alles wat er aan het varken zit, komt terug in delen, in zoals we het verkopen. Zou je dat kunnen bekijken in de winkel? Natuurlijk. Dat is Annette. Hallo. Hi, ik ben Annette Schipper. U kunt mij meer vertellen over een echt West-Fries stukje varkensvlees? Zeker. Zullen we naar binnen gaan? Als u mee naar binnen gaat. Ja. Nou, welkom in onze winkel. Hier verkopen we dus het vlees van eigen beesten. U wilde graag wat varkenslappen hebben. Ja. Want dat is een echt West-Fries stukje. Dat is echt een West-Fries stukje vlees. Okay. Dit zijn dus de lappen die we verkopen. Ik weet niet hoeveel varkenslap u wilt hebben. Een kilo of 5 kilo of 500 gram. Doe mij maar 500 gram alsjeblieft. Nou, ik zou zeggen, dit is 552 gram. En
Daar kunt u dus heerlijke snet mee maken. Een veelzijdig stukje vlees dus, want de kok in het Dijklander is niet van plan om er snert van te maken, maar totaal iets anders. Met die appeltjes gaat het goed. Die moeten nog een paar minuten en dan zijn ze klaar. En dan ga ik nu verder met het varkensvlees. Dan ga ik een kleine blokje snijden, een bakwan met een klein beetje ui. En dan wordt het afgeblust met een Westmalen trippel. Hier in West-Friesland hebben we natuurlijk ook heel veel biersoorten. Maar ik vind sommige bieren hier een beetje te gekruid of net niet goed voor dit gerechtje. Wordt een heel mooi stoofpotje. Wordt afgeblust, heel licht afgebonden. Klein beetje bruine suiker of honing erbij. En voor de rest hoef je er niks meer aan te doen. Eigenlijk moet je product eigenlijk puur in zijn puurheid bewaren. Want ga je er veel te veel poespas aan toevoegen, dan is het product niet meer. Ik kan bijvoorbeeld een hele lekkere runderegoe maken. En heel veel paprika toevoegen, maar dan ben je meer richting de goulash bezig. En dat is de opzet niet. En zo hebben heel veel producten, heel veel mensen de problemen om de producten te overwaarderen. En dat moet niet. We moeten gewoon weer terug met z'n allen naar de basis. En dan is het natuurlijk ook tijd om de gerechten te proeven. Ja, mijn hart ging open toen ik daar die gerechten zag van Kees. Allemaal zo mooi eenvoudig en snel gemaakt en met verse spullen. Echte West-Friese producten. Maar ik vond het ook echt een voorbeeld van de West-Friese streekkeuken, wat hij daar allemaal maakte. Ja. Ja, wat sprak je zo aan in de manier waarop hij de gerechten bereidde, zeg maar? Nou, hij laat de ingrediënten in zijn waarde. Hè. Hij maakt een aardappelsalade, heb je gezien, alleen maar van aardappel met een stuk kaas erin. En lekker wat knoflook en een lichte mayonaise. Maar de manier waarop hij dat doet, ja, dat is zo simpel, maar zo vakkundig ook tegelijkertijd. Want als je het daarna proefde, ja, dan proef je aardappel met kaas. En naast de aardappel met kaas staat er ook bloemkool op het menu. Maar ook die moet nog even worden gekocht. Ja, Ruud, waarom wordt er eigenlijk alleen binnen deze streek, West-Friesland, bloemkool geteeld? Nou, er wordt ook in andere delen van Nederland bloemkool geteeld. Maar bijna 70% van de bloemkool wordt in West-Friesland geteeld. En vooral eigenlijk polder het grootslag. En dat heeft te maken met het ideale klimaat hier ook. Want in de zomer is dit het koelste stukje van Nederland. En in de winter is dit het warmste stukje van Nederland. En dat zie je nu ook met de regen. Wij hebben hier al, omdat dit allemaal ingepolderd is, hebben wij op elk perceel hebben wij water omheen. We hebben het IJsselmeer. Dus als het droog is, hebben wij water tot onze beschikking. Maar zoals nu, als het heel nat is, is de afvoer van het water heel goed. En tegelijkertijd is ook het bodemsoort is hier gewoon heel gunstig. Wij hebben hier gematigde zeekleigrond. En dat is gewoon heel voedingrijke grond. En daar groeit de bloemkool goed op. En het heeft ook gewoon te maken met de geschiedenis. Vanuit de historie werd hier gewoon bloemkool geteeld. En vroeger was bijna iedereen, zijn opa was wel werkzaam in de landbouw hier. En deed voornamelijk bloemkool. En er zijn er heel veel gestopt. Er zijn een aantal bedrijven zijn er overgebleven. En die zijn gewoon gaan doorspecialiseren. En je ziet gewoon bloemkool is best wel een intensieve teelt. Alles is met handarbeid. En het is ook niet zomaar dat iemand, een akkerbouwer in de Flevopolder, denkt van goh, ik ga volgend jaar eens bloemkool proberen. Omdat het is een heel ander soort gewas als een uitteelt of een aardappelteelt of een wortelteelt. Dat gaat allemaal machinaal, is veel meer akkerbouwmatig. En hier is gewoon de kennis en de kunde van bloemkool. Dus daarom is het hier al echt een bloemkoolgebied, denk ik. Ja, zullen we er eentje uitsnijden? Ja, zeker. Dat komt verder. Nou kijk, deze bloemkool zoals je hier ziet, die is eerst toegedekt. Dus dat noemen wij toedekken. Dus met de bladeren zelf klappen wij erop, zodat de zonlicht niet op de kool kan komen en anders wordt die geel. En wij willen in de winkel een witte bloemkool hebben. En als die ook geel wordt, gaat die ook rotten en dan krijg je slechte plekken erop. Dus hij is eerst met de hand een keer toegedekt. En als we nou gaan oogsten, dan halen we dus het dekje eraf, zoals hier ook. En dan snij ik met mijn mes een kransje eromheen. Oep. En dan snij ik hem er zo vanaf. En dan heb je zoals een bloemkool in de winkel hoort te zijn. Zo'n mooie krans eromheen van blad en een mooie witte bloemkool. De bloemkool komt dus vers van het land. En een van de chefs heeft er bewust voor gekozen om hem niet te koken. Ja, bloemkool met kaas is natuurlijk echt Hollands. Ja. Ik bedoel, dat is duidelijk. Alleen kan die kaas ook eens een keer, die kan er ook mee variëren. Mm-hmm. En in plaats van de bloemkool te koken, roost je hem gewoon eerst even 20 minuten in de oven. Dan krijg je net, je behoudt smaak. Met koken kan je heel veel smaak en de dingen verliezen. Het lekkerste is als je daar ook gewoon een lekker stukje appel bij pakt. Dat je dat zoetje meepakt. Ja, en Steef die bracht er echt avontuur. Die ging echt op avontuur met die West-Friese producten. Dus ook heel erg smakelijk.
En jij als met jouw kennis over West-Fries eten, heeft hij de streekproducten eer aan gedaan of heeft hij ze nog echt op een ander level weten te krijgen? Nou, hij heeft ze zeker eer aan gedaan, want je kunt ook het West-Friese product combineren met andere smaken uit andere gebieden. En welke smaken sprongen er echt voor jou uit? Ik vond de grauwe ertessoep heel erg leuk en lekker ook. Die had hij gekookt met appel, stoofappel en zoete aardappel. En dat was een verrassend lekkere soep, moet ik zeggen. Ja. En ik denk, wij zijn allemaal de ertessoep gewend natuurlijk. Maar om een keer een grauwe ertessoep te maken, nou, dat zou wel eens heel erg kunnen aanslaan. Ja. 9 ingrediënten en 2 totaal verschillende koks dus. Hopelijk geeft het genoeg inspiratie om met die mooie streekproducten een heerlijke gerechten neer te zetten. Er zijn ook korte video's te zien over de andere streekproducten die zijn gebruikt in deze aflevering. En deze vind je op onze website. Ja, dit was hem dan. Thijs, wat vond je ervan? Nou, ik heb genoten van het eten sowieso. Maar ook heb ik gezien dat 2 chefs volstrekt verschillend kookten met toch dezelfde ingrediënten. En dat was een genot om te zien. Ja, wat waren echt die verschillen die je zag? Nou, bij Kees zag je heel erg dat hij echt heel basic kookte. Heel erg puur op smaak. En heel eenvoudig, maar echt heel erg lekker ook tegelijkertijd. En Steef die ging wat meer op avontuur. Hè. Die bracht er ook ingrediënten van buiten de omringdijk bij. En had meer toevoeging aan de smaken. Hebben ze de West-Friese streek en al hun producten eer aan gedaan? Ja, dat hebben ze zeker gedaan. Allebei complimenten voor de manier waarop ze dat hebben gedaan. En die smaken daarvoor hebben weten te halen. Wordt een beetje koud en een beetje donkers. Zullen we maar naar binnen gaan? We gaan naar binnen, zo is het.